Gerda Chinfu en Joyce Setney zijn de winnaars geworden van de 10e editie van het Sranantongo Dicté. Deze editie is afgelopen zaterdag gehouden in het NAC-centrum aan de Thompsonstraat. De Sranantongo's Grevelin, oftewel Sranantongo Dicté, is gehouden in het kader van de UNESCO Dag der Moedertalen. De winnares Chinfu had 8 fouten, terwijl Setney de meeste fouten had, namelijk 20. Giovanna Heuvel, productiemedewerker van SCVS, die belast was met de organisatie van het Sranantongo Dicté, zegt dat de personen met de minste en meeste fouten tot winnaars worden gekozen. Volgens Heuvel is de bedoeling van het jaarlijkse Sranantongo Dicté meer aandacht te vragen voor het Sranang. Ze geeft aan dat Sranantongo praten anders is dan Sranantongo schrijven. Jaarlijks worden 40 mensen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Sranantongo Dicté. De STVS en de organisatie NAX hebben de handen ineengeslagen om jaarlijks dit evenement te organiseren. Ja.